Ik sta hier bij twee prinsessen en twee prinsessen die echt aan het naaien zijn. Cindy, wat zijn jullie aan het maken? Een kostuum. Voor wie? Voor de boerkes. Dat is wat we willen weten, hè. Steffi, jij bent mee aan het helpen? Inderdaad, ja. Veel? Zoveel mogelijk. We proberen er toch zoveel mogelijk tijd in te steken dat we op tijd klaar geraken, liefst op voorhand. Dat we nog een beetje kunnen nagenieten. Cindy, wat is het thema van de boerkes dit jaar? Ambras in de keuken. Gaan jullie eten meebrengen of niet? Dat baas ik niet. Nee, het is ambras, hè. Ja. Dus we gaan geen eten hebben. Steffi, weet jij iets meer over de sjaar? Komt ook ja, de keuken in voor. Ook legumes natuurlijk. Keukengerij. Zo'n ding is allemaal. Ja, wat dat we weergeven in kostuum zal ook in de sjaar staan en omgekeerd. Dat doet mij een beetje denken aan het thema van de prinsenverkiezing van dit jaar, van de Ratatouille. Ja, inderdaad. We hebben daar zelf ook eigenlijk over gespeculeerd. Ja, het is toevallig natuurlijk, maar ja, eigenlijk wel. Cindy, jullie zitten hier op een dinsdagavond te werken. Jullie moeten dit ook kunnen combineren met een gezin. Je hebt een dochter, je hebt een man. Hoe flik je het allemaal? Grote planning. Afspraken maken van wie wanneer naar de hangar gaat. Ja, want bij jullie is het ieder een andere carnavalgroep, hè? Ook, ja. En dat is niet altijd evident. Dat is van tijd een keer babysit inschakelen. Maar ja, ieder zijn een dag, hè. Dus ik heb dinsdag, woensdag, maandag, donderdag. Ja. Steffi, blij dat je terug kan meegaan met de groep of, mis je, of ga je het prinses zijn missen? Dat is een beetje dubbel. Ik ga het wel missen, maar ik heb een heel schoon jaar gehad en ik ben heel blij dat ik terug met mijn groep kan meegaan dit jaar. Dames, mogen we jullie nog heel veel plezier wensen met het maken van de kostuums en met carnaval. Dank u. En voor u ook, hè.